heel fijn dat jullie op deze zondagavond een beetje in de sneeuw hier zijn gekomen. We hopen dat wij met jullie ideeën en steun weer hele leuke dingen kunnen gaan doen. Vincent, het is 11:55. 11:54. En de klok tikt door. Wat hier vanavond ook wel gezegd werd. Maar het is inderdaad zaak dat we op korte termijn iets vinden waardoor we een vrolijk, het roze bolwerk kunnen behouden. Op wat voor manier, dat hopen we vanavond dan te vinden. Een van de suggesties was dat museum. Dat museum wat ook ieder jaar weer op de agenda staat. Ja. Als er een homo-museum zou komen na al die jaren, dan denk ik dat vrolijk een aangewezen plek is om daar te faciliteren of daar te zitten ook. Maar wat ook genoemd werd naast een homo-museum is een roze warenhuis of gewoon een roze samenwerkingsverband. Roze bazaar, hoe je het ook maar noemen wilt, waar meerdere roze ondernemers zitten. Er werd gesuggereerd, als we voorlichting geven, dan moeten we misschien via het COC boekenlijstjes ook doorspelen. Dat de mensen daar bij de boekwinkel dan hun LGBT-boeken komen halen. Hoe realistisch is zoiets? Ja, dat zou kunnen. Ik vond zelf eigenlijk het idee van iets doen met je COC-ledenpas vond ik wel aardig. Ja, omdat we ook COC-leden nu al korting geven op de wink en de zij aan zij en dergelijke. Zou dat natuurlijk op zich wel een heel aardig idee kunnen zijn. En sowieso het idee van een beetje cross-selling, dus reclame maken voor elkaar. Ja, ik geloof wel dat dat kan werken. Er is altijd iets nieuws en er zijn dvd's. En ja, misschien ben ik te oud om te lezen, maar er zijn altijd fotoboeken en stripboeken en presentaties en voordrachten. Is dat ook de meerwaarde die je nu even opnoemt van vrolijk ten opzichte van een andere boekwinkel? Dat zeker, niet alleen ten opzichte van andere boekwinkels, maar ook ten opzichte van het internet, waar je dat niet hebt. Dus ik vind dit een locatie en zo centraal heel belangrijk. Even een toiletbezoek met een boek. Ja, en een lekker kopje goede koffie. Goede koffie. Weet je wel, dat werkt gewoon, denk ik. En ik vind zelf de ideeën over aansluiten bij Homo Museum, en dat lijkt me fantastisch. Weet je, als je er nog een iets groter roze punt van kan maken, met meer, waar meer informatie te halen is, ook voor onze internationale bezoekers, lijkt me heel goed. De relatie daarvan is dat ook de noodlijdende boekhandel veel boeken van Galerie Mooiman verkoopt. Dat is dus een hele goede relatie. En wij hebben hun nodig en zij hebben onze boekenverkoop nodig. En zo steunen we elkaar. Want je had zo'n hele oude kreet, koop Hollandse waar, hoe was het ook alweer? Steunt elkaar, koopt homo waar. Ik denk niet dat er een kant-en-klare oplossing is, want het is niet iets Amsterdams. Het gebeurt ook in andere steden, bij andere boekhandels. Maar wat voor mij belangrijk is en waarom ik vanavond ook hierbij wilde zijn, is dat je met elkaar kijkt van steun aan Vincent en aan de andere medewerkers van Boekhandel Vrolijk. Want het is belangrijk dat de boekhandel in onze stad is. En het andere is met elkaar kijken van de zachte manier, creatieve ideeën en de harde manier van wat moet er nou echt gebeuren. Hoe vaak kwam jij bij Vrolijk? Ik moet eerlijk bekennen, ik ben nooit bij Vrolijk geweest. Ik ben een mens helaas van de moderne tijd die veel dingen via internet koopt, omdat ik lui ben. Maar wat koop je dan? Ondergoed? Nee, niet ondergoed, gewoon boeken. Ik koop meer wetenschappelijke boeken. Nou, uitstapjes, want ik heb ook als idee genoemd om... Uitstapjes? Ja, uitstapjes, schoolreisjes naar Vrolijk, waarbij kinderen kennis maken met de K-community op een hele leuke speelse manier. En dan is Vrolijk inmiddels ook dat de voorloper van het K-museum geworden. Dat is ook een idee wat ik genoemd heb. En niet alleen een boekenwinkel, dus ook een plek om kennis te maken met de hele historie van Homo Amsterdam. Wat doet het je, David? Al die wensen van mensen, al die suggesties hier bij Betty Asfalt. Nou, ik vind het geweldig dat mensen ons zo steunen. En maar het is natuurlijk ook wel een feit dat ons boekenwinkeltje gewoon moet blijven bestaan. Ook voor de gay community. En als ik aan deze wereld denk, wordt snel gekoppeld aan alleen maar seks. Maar het is ook leuk dat er literair werk is en ander werk en kunst. En dat komt behoorlijk samen in Vrolijk, denk ik. Vanavond werd er ook geroepen, er moet seks aan toegevoegd worden voor de overlevingskansen. Dat was ook wel opvallend. Dat is heel opvallend, maar dat is ook vanzelfsprekend. Seks zelfs. En dat zal misschien nu van pas moeten komen. Maar misschien kan je ook op educatieve manier seks verkopen. En een vrolijk tintje daaraan geven. Zodat het weer anders gebracht wordt dan we al hebben in de andere winkels.
Dus die e-shop, die boeken, die internetstore, met ook meer producten, ook seks misschien erbij, waarop de mensen meeliften. Die suggestie was zo gek nog niet? Klopt. En eventueel zou je ook op de infrastructuur van bestaande algemene boekwinkels mee kunnen liften. In ieder geval, ik geloof wel dat er een heleboel mogelijk is om het wel te redden. Maar het is alleen een heel andere manier van denken. Ja, dus je denkt dat in de avond wel suggesties zijn gedaan waarbij het merk Vrolijk op de een of andere manier zou kunnen blijven bestaan? Ja, alleen de manier waarop moet gewoon echt 180 graden om. Wat doet zo'n avond nou jou? Als je dat zo ziet, al die mensen, mannen, vrouwen, LGBT's, die zijn zo'n Betty Asphalt complex toch gekomen voor zo'n Vrolijke boekwinkel? Ja, het geeft aan de betrokkenheid dat heel veel mensen van Vrolijk houden. Veel ideeën, maar vooral het gevoel van dit moet blijven. Wel in een andere vorm, maar dat gevoel, beleving, Vrolijk moet blijven. Dat was volgens mij wel een beetje de rode draad vanavond. En ik vond twee ideeën ook wel heel mooi. Van ga op zoek naar de roze senioren. Zorg dat die boeken daar terechtkomen, vond ik wel een mooi idee. En een roze boekenprijs. Dus ik was ook wel verbaasd over toch dat je weer heel veel nieuwe dingen hoort. Hoe voel je je nu, Erik? Eigenlijk een leuke man. Naast me staan mag je niet in beeld. Goed. Ja, ik ben heel blij dat er zoveel ideeën zijn geponeerd. Maar het moet wel op korte termijn moeten we dingen vinden om het beter te maken en om financieel te overleven. Dat is duidelijk. Zag je met bloemen lopen, misschien een idee, bloemenwinkel beginnen? Oh, dat zou ook kunnen. En dit boeket past er heel goed bij. Dat hebben we gekregen van een van de deelnemers. Het zitten alle tinten roze in, dus dat vertegenwoordigt ook wel een beetje de roze gemeenschap van Amsterdam en van Nederland. Die hier zich vanavond sterk maakt voor Vrolijk. Ter afronding van het korte overzichtje wat ik heb gedraaid. Hoe zullen we het samenvatten? Het is moeilijk, maar er zaten denk ik wel positief. Het was heel veel positieve ideeën en er zitten ook wel bruikbare tussen. Maar nu is het een hele moeilijke klus om er een lijn omheen te krijgen, zoals iemand het net noemde. Maar dat is wel een taak van mij en de mensen die hebben aangeboden mij te helpen om dat op korte termijn te doen. En dat is dus de ideeën uitwerken en gesprekken voeren ook met de gemeente, wat er mogelijk is. En met andere partners eventueel in zee. En bij deze mensen die mee willen denken en werken, meld u aan publiciteit@vrolijk.nu. Oh, ik ben heel vrolijk, omdat anders ben ik bang dat Vrolijk niet meer bestaat. En vrolijk maakt mijn leven ook vrolijk.